Hey jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Denniske. En vandaag hebben jullie wat Call of the Ghost gameplay. En vandaag is het met de MTR-X, het is met de Silencer en met Grip. En het is met de Cast Camo. En om heel eerlijk te zijn, eigenlijk kan dat niet meer, hè jongens. Het is januari en ik heb nog steeds de Cast Camo op mijn wapen. Dus het kan eigenlijk niet meer, maar alsjeblieft laat mij jongens. Ik vind het gewoon echt een vette camo. Het ziet er best vet uit. En als je gewoon niet nagaat dat het een oude lelijke kerstdraai is, dan is de camera op zich nog best vet met die kleuren. Maar ik zal hem binnenkort wel wegdoen. Want de gameplay is niet oud. Daarom niet deze camo. Maar ik vind het gewoon een best vette camo. Maar het is opgenomen met de share knop. Het is op de PlayStation 4. Maar dat hadden jullie waarschijnlijk al in de gaten. En dat is ook waar ik het vandaag een beetje over wil hebben. Over de PlayStation 4. Want als het goed is, komt binnenkort de eerstvolgende lading weer van de PlayStation 4. En heel veel mensen die zitten daar waarschijnlijk vol smart op te wachten. Dus ik denk, ik zal jullie eens eventjes helemaal klaarmaken voor de PlayStation 4. Nee, dat is klas. Nee, maar ik heb hem nou al best wel een tijdje. Ik heb hem sinds 29 november. Dat was de release in Nederland. Dus jullie weten waarschijnlijk wel, in Amerika was hij eerder uit. In Nederland 29 november. En ik heb hem nou dus een tijdje. En ik kan er wel een beetje een soort van review over geven. Van wat ik ervan vind. En wat voor mij onder andere de redenen waren om een PlayStation 4 te kopen. Dus het eerste wat me opviel bij de PlayStation 4 was dat hij gewoon een stuk sneller was. Het is gewoon een enorm goed apparaat eigenlijk. De hardware is goed en hij is ook gewoon super snel qua software. Dus jij kan gewoon, als jij een game speelt, dan kun jij tegelijkertijd kun je ook een andere applicatie aan hebben staan. Dus bijvoorbeeld de PlayStation Store of je kunt Twitch kijken. Dat kun je tegelijkertijd doen dat jij in een game zit. Dus dat is leuk, maar ja, gebruik je dat heel veel misschien niet. Maar één ding wat mij heel erg irriteerde op de PlayStation 3 was dat hij enorm traag was. Zat jij bijvoorbeeld in een game waar iemand een berichtje sturen, dan kon dat soms best wel lang duren. Kon je soms vastlopen, zat je weer halverwege in een match. En allemaal fucking irritant. En hij is gewoon veel sneller. En dat is veel belangrijker. Want een paar dingen tegelijkertijd, ja leuk. Maar het belangrijkste is gewoon dat hij een stuk sneller is. En dat is gewoon een stuk fijner. En dit moment, ik dacht serieus dat ik de map uit zou flikkeren. Gelukkig niet. Maar dat is één punt. Hij is een stuk sneller. Dus dat is iets wat heel fijn is. En dat is heel belangrijk natuurlijk. Daarnaast, voor de meeste mensen waarschijnlijk, het grootste verschil. En de grootste reden om dit ding te kopen is de graphics. Want de graphics zijn natuurlijk vele malen beter dan de current generation. En het doet zeker niet onder aan een PC. En je moet onthouden, een PC is altijd superieur. Een PC zal altijd beter zijn dan een console. Persoonlijk heb ik een gaming PC. Ik kan volgens mij alle games wel op zijn hoogst spelen. Alleen ik hou gewoon niet van PC gamen. Dat is voor mij de grootste reden waarom ik toch een PlayStation 4 gekocht heb. Want ik hou gewoon meer van console gamen. Vooral dus met de controller. Dus dat is voor mij ook de reden waarom ik een PlayStation 4 gekocht heb. En zoals ik net al zei, dus de graphics zijn gewoon veel beter. En het is gewoon echt een hele stap vooruit. En dat is gewoon iets wat belangrijk is. En wat voor heel veel mensen ook iets is wat ze moeten weten. En waar ze waarschijnlijk niet mee bij nadenken is. Je hebt games bijvoorbeeld als Call of Duty, die komen nou uit op de PlayStation 3 en op de PlayStation 4. Maar op den duur komen die games gewoon niet meer uit op de PlayStation 3 en op bijvoorbeeld de Xbox 360. Je zult op den duur gewoon moeten upgraden naar een next generation console. En ik denk dat dat binnen 2 jaar waarschijnlijk al wel zal zijn. Dat er gewoon de meeste games al niet meer uitkomen op de PlayStation 3. En dat is ook gewoon een van de redenen waarom ik gewoon zoiets had van, ik koop gewoon gelijk een PlayStation 4. En het is een hoop geld, het is €400. Maar het is wel gelijk weer €200 goedkoper dan toen ik mijn PlayStation 3 kocht. Die was volgens mij €600. Dus, en dat was nog niet eens bij release. Ik had hem zelfs nog iets later. Dus het is op zich, €400 is veel geld. Als je het niet hebt liggen, natuurlijk niet doen. Maar als je het ergens hebt liggen of je hebt lekker gespaard. En je wil gewoon graag een nieuwe console. Je houdt van nieuwe technologie. Dan, dan is de PlayStation 4 echt niet verkeerd. En je zult er gewoon wel veel aan hebben. Want het is gewoon een goede console. Het heeft goede hardware. Het ziet er goed uit en bijvoorbeeld, je ziet nou een game als Call of Duty op de achtergrond. En dit is opgenomen de share knop, dus je kunt nog niet echt gaan kijken van hoe de game er grafisch echt uitziet. Want als jij dit gewoon echt met je eigen ogen ziet en dan gewoon op een normale goede HD TV, dan ziet het er vele malen beter uit. En dan moet je nog nagaan dat Call of Duty een game is die eigenlijk gemaakt is voor de current generation. Dus voor de Xbox 360 en de PlayStation 3 en niet voor de PlayStation 4. Dus het ziet er echt veel beter uit als je bijvoorbeeld Killzone gaat kijken. Killzone zal ik binnenkort voor jullie nog uploaden als jullie het graag willen zien, want dat ziet er echt enorm goed uit. En als ik dat upload, dan is het zelfs nog YouTube. En YouTube die compressed die video's nog helemaal. Dus het ziet er eigenlijk veel beter uit. Dus een van de dingen waarom de PlayStation 4 heel goed is, is dat hij gewoon enorm snel is. Je kunt verschillende dingen tegelijkertijd doen. Daarnaast, de graphics zijn natuurlijk enorm goed. En het is een heel stap vooruit. Het derde,
is natuurlijk dat op den duur zul je moeten upgraden. Als jij graag blijft gamen op console, dan zul je gewoon moeten upgraden. Want de games die je graag speelt, zullen op den duur gewoon niet meer komen op jouw PlayStation 3 of op jouw Xbox 360. En verder rest hebben we de controller. En de controller vind ik een enorme stap vooruit. En heel veel mensen zaten altijd bitchen tussen de Xbox 360 en de PlayStation 3 controller. En ik zie de DualShock 4, de PlayStation 4 controller, eigenlijk als een soort van combinatie van die twee dingen. En ik vond de PlayStation 4 controller, of nee, ik moet zeggen, ik vond de Xbox 360 controller altijd enorm fijn in de hand liggen. Hij voelde enorm stevig aan. Het was gewoon een enorm goede controller. Maar ik vond de positie van de thumbsticks niet fijn. En dat is gewoon mijn mening. Waarschijnlijk als ik er langer op speel, zal het wennen. Maar over het algemeen vond ik de positie van de PlayStation 3 thumbsticks fijner. En de PlayStation 4 controller is echt een combinatie van die twee dingen. Het is eigenlijk een soort van Xbox 360 controller met de knop op de plek van de PlayStation 3 controller. En dat vind ik persoonlijk enorm fijn. Dat is precies wat ik wou. En dat is een groot voordeel. Nou, voor de rest heb je natuurlijk nog dat die share knop erop zit. Dus, er zijn heel veel multimedia dingen. Je kan streamen gratis. En je kan gameplays recorden zoals dit dus. Maar je moet wel nagaan, dit zijn natuurlijk nooit super dingen. Het is leuk dat het erbij zit, voor de meeste mensen niet van belang. Verder heb je die touchpad. Nou, die touchpad is geinig. Het is eigenlijk een grote select knop. En je gebruikt het voor de meeste games ook niet. Je kunt het gebruiken voor Killzone een klein beetje. En voor de playroom volgens mij. Maar daar heb je in principe ook niet heel veel aan. Dus het zijn leuke extra functies waar je in principe niks aan hebt. Maar ja, de controller is gewoon echt heel awesome. En dat is een heel stap vooruit. Nou, verder heb ik ook nog een PlayStation camera erbij gekocht. En die camera was wel een beetje een tegenvaller, want ik had heel veel verwacht van die camera. Het was een 1080p camera en ja, ik had dus gewoon verwacht dat die kwaliteit optimaal zou zijn. En mijn idee was eigenlijk dat ik dit ding zou gebruiken op mijn PC en hem uiteindelijk zou gebruiken als een soort van facecam camera. Maar het blijkt dus dat je dat ding niet kan gebruiken op de PC. Het is een bepaalde aansluiting die er niet is op de PC. Misschien dat je hem met een bepaalde omweg uiteindelijk nog kunt aansluiten op je PC, dat weet ik niet. Maar over het algemeen kan dat niet en de kwaliteit is niet echt zoals ik had verwacht. Het is een stuk slechter dan ik had gehoopt. En het is misschien wel HD. Maar ja, moet natuurlijk ook wel nagaan. Ik kijk het op een 40 inch tv. Dus als je het op een monitor ziet, dan zal het waarschijnlijk beter uitzien. Maar het viel me toch een beetje tegen. Ik had er meer van verwacht. Verder heb je ook niet heel veel aan die camera qua games. Want het enige waar je mee kan doen is op het moment nog steeds die playroom. En volgens mij komt er binnenkort ook nog Skype op de PlayStation 4. Maar wanneer dat komt, weet ik niet, want dat is er nog steeds niet. En dan komen we op het volgende punt. Want er zijn heel veel dingen die er nog steeds niet zijn op de PlayStation 4. En de PlayStation 4 is pas net uit. En we hebben heel veel functies gezien, maar die komen allemaal pas in de toekomst. En dat is iets wat je moet onthouden. Je kunt hem nou wel kopen, maar heel veel dingen zijn er waarschijnlijk nou nog niet. En die komen pas in de toekomst. Dus dat is jammer. Maar ja, je kunt natuurlijk altijd je console alvast hebben. En ja, vervolgens komen we eigenlijk bij het grootste probleem bij de mensen. En dat is dat je moet betalen voor online. En je moet betalen voor online. Heel veel mensen weten dat misschien niet. En dat is dus een groot verschil vergeleken met de PlayStation 3. Want daarbij was alles gratis. En dat zal dus nou niet meer zo zijn. Je zult nou 50 euro per jaar moeten betalen voor een PlayStation Plus abonnement. En heel veel mensen denken dat dit echt alleen maar voor online is. Maar je moet onthouden dat dit echt niet alleen voor online is. Hierbij zit eigenlijk een soort van PlayStation Plus abonnement inbegrepen. Dus je hebt gratis games iedere maand. Dus voor de PlayStation 3, PlayStation 4 en voor de PlayStation Vita. Verder kun je dus natuurlijk online gamen. Je krijgt toegang tot betas. En je krijgt korting. En volgens mij nog gratis avatars en al dat soort dingen. Dus er zit veel meer bij inbegrepen dan dat mensen eigenlijk alleen maar denken. En de gameplay is afgelopen. Maar ja, dat maakt in principe niet uit. Ik ga nog heel even verder. En nog één dingetje waar ik een beetje mee zit. En eigenlijk twee dingetjes. Eén ding daarvan is dat de meeste grote titels zijn er natuurlijk nog niet. Heel veel mensen die zullen misschien denken van er zijn nog niet heel veel goede games voor de PlayStation 4. En dat is waar. En die komen waarschijnlijk echt gewoon in de toekomst eraan. Dus er is nog niet echt nodig om nou al een PlayStation 4 te kopen. Maar ja, de games die er nou uit zijn, die op de PlayStation 4 zijn, zijn natuurlijk altijd wel beter dan op de PlayStation 3. Dus dat is wel iets om te onthouden. Maar de super ja, titels waar iedereen op wacht, die zijn er natuurlijk nog niet. Maar die komen er zeker wel aan. En het laatste probleem van de PlayStation 4 is dat jij geen gewone DVD's en geen MP3's kan gebruiken op jouw PlayStation 4. Dus je kunt er geen gewone DVD's in doen om af te spelen, gewoon een normale film. En je kunt ook geen muziek via een USB-stick op je PlayStation 4 zetten of een externe harde schijf eraan doen. Je kunt wel een nieuwe interne harde schijf erin zetten. Dat heb ik op mijn PlayStation 3 ook gedaan, zodat die van 40 gig naar 500 gig ging. Naar de PlayStation 4 heet het al 500 gig, dus dat is nou nog niet nodig. Misschien in de toekomst gaan we naar 2 terabyte toe of zo. Maar in ieder geval, dat was mijn video. En ik hoop dat jullie er iets wijzer van geworden zijn. Als er vragen zijn, laat ze altijd maar achter in de comments. En de gameplay trouwens, die is al eventjes afgelopen, maar daar wil ik nog heel veel over hebben. En we hadden enorm hard verloren. En ik speelde echt alleen maar voor die Camstrike. Die hebben jullie waarschijnlijk ook gezien.
Maar het leukste is, als ik niks doe voor de vlaggen, dan gebeurt er ook helemaal niks. En dan verliezen we ook enorm. Maar dat vond ik enorm jammer. In ieder geval, als je de video leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. Hoe meer likes, hoe meer video's. Onthoud dat alsjeblieft. En als jullie wat nog willen weten, zoals ik al zei, kun je het altijd achterlaten in de comments. En dan zie ik jullie waarschijnlijk de volgende keer weer. Dus tot dan en houden we.